Een hele goede avond, ik ben Zach en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is natuurlijk elke avond om 8 uur. Hoe vind je dat tegenwoordig? Ik hoop even wat je deze volgende vindt. Dit keer gaat het over mijn favoriete Instagrammers op dit moment. Wie dat zijn, dat hoor je zo. Ik ben Zach Lang en welkom bij deze video. About me from time to time before you do anything stupid, stupid. Think before you speak your mind. Gewoon dat ik deze video ga beginnen, zou ik het leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en ook even niet vergeet te abonneren en als je het al mee bent, ook even het belletje aan te klikken voor nieuwe notificaties op mijn kanaal en alles zien. Wanneer ik iets upload, ik ga ook gelijk in je setbox. En dan klik je ook op alles. Dan krijg je alles binnen dat ik upload. Als je het ook eens bent, dan kan ik het tof vinden als je een volgje doet. Op mijn Instagram, mijn naam is Instagram Noord. Dat is ook op Instagram. Dus laat even geven met je video. Goed, mensen, ga ik gelijk mijn vak. En de eerste is Guusje Brazils. Guusje Brazils is een Instagrammer, ook een YouTuber. Dat ik hem later wel op YouTube Creator Maand ook ga doen, misschien, wie weet. Komend dit jaar nog, want ik moet even kijken of het dit jaar nog gaat lukken met die persoon. Guusje Brazils is een topatleet en ze is atleet. En ja, dat niet alleen, maar ook heel veel leuke foto's nog steeds op haar eigen Instagram. Al deze Instagrammers die ik nu opdoen, komen hieronder in de beschrijving qua linkjes. Dus je kan er zo op klikken als je wil. Dus ja, dan ga je gewoon klikken op Instagram waar ik linkjes van die persoon heb. En ja, waarom die Guusje is dat ik altijd op reageer. Op bijna al haar foto's en ook op haar stories reageer ik op. Dus ja, dan gaan we gelijk naar de volgende. Het is Luisa Vindrink. Luisa Vindrink heeft ook een YouTube kanaal, maar niet echt meer actief meer op YouTube. Wat ik al begrijp natuurlijk, want soms heeft ze geen enige dingen om meer over te praten. En ze is ook geen vlogger, dus ja. Waarom was het nu van geen content te maken op Instagram? Ja, door YouTube, maar op Instagram. Ze is vooral heel erg actief op TikTok, maar dat doe ik allemaal niet. Nee, daar ben ik niet van. Dus ja, ik hou lekker op Instagram. Dan gaan we naar de volgende en dat is, als je snel gaat, moet je het terugspoelen. Dan kan je nog een keer horen. De volgende is Rosalie. Rosalie is net als de andere twee. Heeft zij ook een YouTube kanaal. Ook een Instagram account uiteraard. En ze is een keertje al in Creator van de Maand geweest. Linkje zou ik hier bovenin zetten en ook hier onderin zetten. Of vanuit video. En ja. Dus dit was een leuk kanaal moet ik zeggen. Door deze account moet ik zeggen. Ze heeft een hele leuke brand ook op mijn Insta Stories. Zoals een brand als op de thumbnail van een YouTube kanaal. Lichtgrijs met zwart. Dat is echt iets voor Rosalie. Als ik kan zien op mijn Insta Stories, denk ik, oh, het is Rosalie, leuk. En ja, dat maakt het ook zo leuk op haar Insta. Dat ze ook gewoon echt de brand meeneemt naar haar Stories. Dat er op haar YouTube kanaal zit. Ze heeft ook IGTV en dat is wel, ik weet niet of ze daar veel mee doen, ik mis het niet. Ik heb het ook af en toe, maar je hoeft meer op YouTube dan op IGTV. Dus natuurlijk ook YouTuber ben, heb ik eigenlijk IGTV niet echt nodig. En ik weet ook niet waarom ik het dan nog zou moeten hebben. Dan gaan we naar de laatste. Jonge atleten. Zij heet Zoe Vergils. Zij is ook een keer geweest in Instagram account van de maand. Zal ik ook hieronder in de omgeving linken.
haar video ervan. En ja, er komt nog heel veel leuke video's online. Om 8 uur een tweede video. Dus ja. Ik hoop dat je de video met je leuk vond. Zo ja, doe zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Vergeet zeker geen belletje aan te klikken en te liken. Na 5 likes zou leuk zijn op deze video. Dan zou ik zeggen maar mensen, tot morgen. Ochtend of morgen weer om 4 uur een nieuwe film. Of morgenavond een nieuwe daily video om 8 uur. Dat is in je agenda. Dus mensen, later.